om de grassprietjes heen. Zo, de jong komt net even naar buiten toe. En dan snijden ze dat met hun ondertanden eigenlijk af. En ze hebben dus alleen maar ondertanden. Kijk maar, ze hebben dus geen boventanden, zoals je ziet. Zie je dat? Die hebben ze dus ook niet nodig. Die hebben ze niet nodig. Met deze tanden halen ze dus als het ware gewoon het gras weg. Ja. Dat komt dan in de slokdarm terecht. Dat gaat dan naar de zeer beroemde voormagen van de koe. Hij heeft drie voormagen en één echte maag. Ik zal ze heel even aanwijzen, of ik even eromheen kan. Nou. We hebben dus aan deze kant hebben we hier de netmaag zitten. Dan hebben we hier de pens. Niet te snel, Henk, Dat is aan deze kant de pens. Er zit 100 tot 120 liter kan daarin, zoveel. Het gras komt in de pens terecht. Dat blijft er even zitten. Dan gaan ze dus herkauwen. Ik weet niet, maar misschien dat hij dat nu aan het doen is. Dan komt er dus een spijsbrok naar voren toe. Daar 20, 30 keer koud de koe daarop. Komt weer terug in de pens. Dat blijft daar weer een aantal uren zitten. En dat is een dierentuin, hè, die pens. Daar zitten allemaal kleine diertjes in die die grassprietjes aantasten en daar voedingsmiddelen voor de koe van maken waar die iets mee kan. Dan komt het naar de andere kant, naar de boekmaag. Dat doen we maar even niet. Daar zit het ook weer een tijdje in. Veel vocht wordt uit de spijsbrokken gehaald. En vervolgens gaat het naar de vierde maag, de echte maag, de maag die wij ook hebben. En die zit aan de onderkant hier. Dat is de lepmaag. Dan heb je ze dus alle vier gehad. In die lepmaag komt er zuur bij. De spijsvertering gaat door, komt het in de darmen terecht. En vervolgens komen daar voedingsmiddelen in het bloed die dan naar het uier toe gaan. En daar gaan we nu even over praten. Ja, ja, ja. Maar kom eens even hier terug eerst nog voordat we dat gaan doen. Want ik voel hem natuurlijk alweer aankomen. Dit is moeder en dochter, hè? Moeder Katja. En dit is het kalfje. Hoe oud is dat nu? Daar kan ik even in de boel. Drie weken. Wanneer gaat een koe nou melk geven? Nou, dat gebeurt dus als het kalf geboren gaat worden, een aantal dagen ervoor. Veel mensen denken dat als de koe melk gaat geven, dat ze dan ook het kalf gaat werpen. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Het kan best dagen duren nog voordat het kalf geboren wordt. Maar rond de partus, de geboorte van het kalf, vindt er dus een dusdanige hormonale verandering plaats bij de koe. Dat het melkuier gaat opzwellen, dat de melkklieren melk gaan vormen en dat er dus melk uitkomt uit het uier. Hoeveel liter is dat per dag, als het goed is? Dat wisselt sterk. In het begin is dat ongeveer een liter of 30. En dan praat ik over de wat betere koeien. Ja. Dan kan het oplopen tot een liter of 40 en dan neemt dat ongeveer na 4-5 weken weer langzaam af. Dus 30 liter, misschien 20 liter, maar zo rond een liter of 30 moeten de Nederlandse koeien toch ongeveer wel kunnen blijven hangen, zoals we dat noemen. En je melkt twee keer per dag? Twee keer per dag, 's ochtends en 's avonds, alleen op zondag. Dan moeten de boeren ook nog wel eens een keer naar de kerk en dan doen ze het één keer. Ja. Niet allemaal, maar veel wel. Ja, ik vind het aardig hoor. Ja. Dit kalfje heeft natuurlijk ook melk nodig zodra het geboren wordt. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Dat gaat niet altijd even makkelijk, geloof ik. Er zijn dus twee soorten melk die de koe vormt. Eigenlijk de eerste 2-3 dagen, dan heb je de biest. Dat is een heel eiwitrijke melksoort. Gelijk als het kalf geboren is, dan krijgt gaat de koe biest vormen. Die biest, daar zitten veel antilichamen in die het kalf nodig heeft. Want die komt gelijk in de wereld terecht, waar allemaal ziektekiemen, virussen, etc. zwerven. En die antilichamen, die heeft het kalf nodig. De darm van het kalf is open om die antilichamen op te nemen uit de biest. Zodat ze die ziekte kunnen aanpakken, al die virussen kunnen aanpakken. Dat is de biest. Vroeger molkte, want een koe geeft natuurlijk veel meer biest dan dat een kalf op kan. Dan maakten ze dus biestkoeken. De koeien, dat is heel lekker is dat trouwens. Het is er een beetje uit nu. Ja. Vroeger deden de boeren dat heel veel. Ja, ik weet het. Biestkoeken maken, dat is ook heel lekker trouwens. Ja. Misschien hebben we daar ook nog eens een keer een item aan kunnen wijden. Hoe je dat moet doen. Nou, dan na zo'n 2-3 dagen dan gaat die biest langzaam over in de echte melk. Ja. En dan blijft zo'n kalf dat langzaamaan drinken. Ja. En nou weet ik dat jij een demonstratie wilde geven van het melken. Dus nou, ik je maar uitnodigen. Ik wilde vragen of jij ook maar even mee ging melken dan. Ja, dat is goed. Ja? Ik zal even Ellen vasthouden, want dat lukt anders niet. Ja? Bedankt. Dan zal ik even laten zien hoe dat gebeurt. Ja. Althans, vroeger. Ja. Vroeger. Het moet aan een bepaalde kant van de koe over. Dat moet dus aan de linkerkant van de koe eigenlijk, hè? Wat is deze kant? Dat is deze kant. Ja. Als jij nou Ja, dan heb je dus een melkkrukje voor nodig. Dat heb ik helaas niet nu. Zonder dus gaat het niet, dus, hoor. Nou, wat je dus doet, is dat je... Ik zal het even verkeerd omdoen. Ja. Je maag haalt dus, dit is dus de uier. Een uier staat uit vier kwartieren. Ja. Een kwart. Er zit een tepel aan en in die tepel daar zit dus één gaatje in. En daar komt dus de melk uit. Kijk, je haalt hem dus van boven, knijp je hem dicht, dat de melk dus niet meer naar boven het uier kan stromen. En op deze manier knijp je dan als het ware de tepel leeg. Dan laat je hem weer volstromen, op deze manier. Dan knijp je hem weer van boven dicht. Dat is doodzonde, hè? Ja, dat is doodzonde, ja. Kijk, en dan zie je dus dat hier melk... Dit is dus geen biest. Dit is dus geen biest. Biest is dus veel geler.
Dat kun je wel zien. Ja. Dit is dus gewoon witte melk. Dat kijk jou heel handig af, moet ik zeggen. Nou, en nu je jij hebt meer even... dan een achternamiddag gehoeven. Ja, ja, dat moeten wij ook doen. Nu ik. Zullen nu, we even plaatsen wisselen, geloof ik? Nou, dan gaan we het krijgen. Heel even de beeld heen. Nou heb ik alweer niet opgelet. Links of rechts? Dat maakt even voor die kant, ja. Even voor trouwens links. Wel heel merkwaardig, hoor. Ja, boven, en dan knijp je hem gewoon met... Kijk oh, eens dat aan. Gaat nog hartstikke goed, zeg. Vol laten lopen? Vol laten lopen, zo. En dan met deze vingers ook. Gewoon allemaal gewoon knijpen. Oh. Kijk eens aan. Nou, en dat moet dus het hele kwartier leeg. Ja? Hij heeft dus 4 tepels, zoals je ziet. Nou, ja. Die moet je dus gewoon melken. En dan heb je dus alle 4 kwarten leeg. Ja. En, hij vult niet erg meer op het moment. Nee, maar dan moet je hem dus even voltrekken weer. En kijk, daar gaat hij weer. Oh, wacht eens je drukt even. Hem dus even vol zo. Ja. Zo, hupsakee. Maar ik heb ook wel eens gezien dat je echt... Ja, dat noemen ze dus strippen. Ja? Dat is wat de boeren... Er wordt er vreselijk gelachen. Jongens, ik vind dat niet echt leuk. Nee, dat noemen ze dus strippen. Strippen. Dat van boven naar beneden. En dat vindt de koeien niet lekker. Kijk maar hoe rustig die staat. Henk, ik vond het groot genoeg. Dankjewel maar weer. Graag ze kan melken. Tot in het nieuwe seizoen. Nee, dat is onzin. Hij komt nog weer veel sneller terug. Maar Henk, bedankt. Zo wel wat. Nou, misschien dat Amanda nog zelfs vakantiehulp op een of andere boerderij kan gaan werken. Zou natuurlijk wel aardig zijn in de vakantie. Hier vonden ze het trouwens ook wel prachtig, geloof ik. Maar van het druilerig weer buiten, waar het toch wel een beetje wind schijnt te zijn, ook aan de microfoonstoor, gaan we naar binnen en naar de zon. Dankzij Imca Marina, die gaat een lied zingen. En dat brengt ons warmte en vrolijkt ons op deze zomer. En dat lied heet Oh Brazil. Ik heb van jou alleen nog maar een foto in mijn hart. Zo af en toe kijk ik er even naar. Ik heb van jou alleen herinneringen in mijn hoofd. En soms raap ik ze even bij elkaar. Geen mens kan mij ontnemen wat ik binnenvoel voor jou. Geen mens ter wereld neemt dat van mij aan. Ik kan niet onder woorden brengen hoe ik van je hou. Maar ik koester alle warmte die jij gaat. Oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil. Aan jou heb ik mijn hart verloren. Oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil. Bij jou voel ik me als herboren. Jij zit zo soepel uit, straalt dynamiek en warmt uit. Zo adembenemend Brazil. Ik voel je van binnen. Ik ken jouw witte stranden en jouw dwepende muziek. De palmen zachtjes zingend naast elkaar. Het dufte paraderen gracieus vol erotiek. Van mooie meiden langs de boulevard. Het volle leven neem je daar met teugen in je op. Verdriet wordt afgewisseld met plezier. En steeds als ik aan jou moet denken spookt het door mijn kop. O Brazil, mijn allermooiste souvenir. Oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil. Aan jou heb ik mijn hart verloren. Oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil, oh Brazil. Bij jou voel ik mij als herboren. Jij zit zo soepel in je huid, straalt dynamiek en wordt uit. Zo adembenemend Brazil. Ik voel je van binnen en raak haast buiten zinnen. Jij zit diep in mijn hart en mijn ziel. Soepel in je huid, straalt dynamiek en warmte.